Ik ben Sander van Doorn en ik ben DJ en producer. Ik heb een keuze gemaakt uit kunst wat gerelateerd is aan wat ik doe. Dus het heeft een muzikaal tintje gekregen. Sommige vormen doen mij denken aan bijvoorbeeld speakers. Andere vormen doen me denken aan visuals. Dat is het stukje wat achter mij gebeurt als ik als DJ draai. En aan de hand daarvan heb ik een selectie gemaakt. Ik denk dat mijn favoriet van René Daniels is. En dat werk heet Grammofoon. Dat is ook een van de grotere werken in de vitrine. Met een hele mooie kleur. Ik vind het sowieso een heel mooie schilderij. En daarnaast Grammofoon, dat is waar ik mee ben begonnen als DJ. Mixen op de platenspelers. En dat is uiteindelijk natuurlijk een stuk meer digitaal geworden. Alleen dat brengt me wel echt gewoon terug naar de tijd dat ik begon als artiest. Muziek is eigenlijk ook een vorm van kunst. En ja, je begint met niks en uiteindelijk rolt daar platen uit. En dat is een stukje creativiteit wat voor mij altijd heel erg mezelf aangesproken heeft. Ik vind de samenwerking tussen het Van Ammen Museum en Van der Valk vind ik heel bijzonder. En ik vond het wel leuk en ook een hele eer om hier ook voor gevraagd te worden. Als mensen langs de vitrine lopen, dan hoop ik dat ze ook een beetje muzikaal geraakt worden. Het is een soort inkijkje in wat ik doe als artiest. Gemaakt door andere mensen, dus eigenlijk wel heel, heel bijzonder.